Ja, als Jason niet gaat choken, dan geef ik hem wel kans. Nee, maar nee, L Deep is heel tof, toffe delivery. Jason's delivery is wat minder, maar Jason doet qua bars onder voor niemand, vind ik. Als hij het wat, alleen wat persoonlijker maakt, dan doet hij onder voor niemand. Dan kan hij L Deep gewoon slicen, maar hij moet echt goed gaan deliveren, want anders maakt hij geen kans. Want L Deep heeft een hele sterke delivery, je hoort hem overal in de zaal. En daar wordt hij voor geprezen, want zijn bars zijn niet all that, laat ik eerlijk zijn. Maar ja, dus ik zeg voor nu L Deep, maar Jason kan verrassen sowieso, want ik weet wat Jason kan. Ja, mensen verwachten dat ik zeg L Deep, maar ik weet dat L Deep een tegenstander is waar Jason Bourne al lang tegen wil battelen, dus ik denk dat hij mensen gaat verrassen. Ik wil niet zeggen Jason Bourne, maar ik wil ook niet zeggen L Deep, dus ik denk van OT. Bars tegen jokes. Iedereen weet dat Jason Bourne altijd wel met die funny shit komt en L Deep kan soms wel iets funnies hebben, maar iets meer van de bars. En ja, je weet nooit waar je naartoe kan gaan, maar ja, dat is gewoon een match die blijft een beetje wisselvallig voor mij. Ik denk wel dat L Deep meer aan de winnende kant staat, maar Jason Bourne kan ook gevaarlijk uit de hoek komen. Jason Bourne is gewoon dope, weet je. Hij is ook zo'n type, als je hem ziet, dan moet je al spontaan lachen. Dat is zijn, dat maakt hem gewoon, weet je. Maar als het neerkomt op performance en op gewoon dopere teksten, dan denk ik dat L Deep hem kan hebben, weet je. Ik verwacht best wel veel van de battle. Ik wil hem al heel lang battlen eigenlijk. En ik verwacht heel veel personals. Alleen van mijn kant. Ook al weet hij alles, ik zal hem outperformen, weet je wel. Want hij gaat dan, ik ben hier, je bent je moeder. Zo gaat hij het droppen. Zo ga je geen battle winnen van mij, weet je. Dus ik ga hem outperformen gewoon. Ik heb informatie gekregen van zijn vrienden, van zijn mensen die close van hem zijn. Ik heb een paar dingen tussendoor gewoon gekregen. En daar heb ik punchlines van gemaakt. Ik maak geen grappen meer. Ik wil het publiek niet daar laten lachen. Ik wil zijn ziel uit zijn fucking lijf trekken en ik wil hem kapot maken. En ik zet zijn bodybag bij zijn moeder en zijn vader. En dan kunnen ze naar fucking Istanbul gaan. En dan Atatürk bedanken dat hun zoon kapot gemaakt is. Heel veel mensen weten niks over mijn persoonlijk leven bijvoorbeeld. En dat maakt het voor heel veel tegenstanders moeilijk. Maar het is een keuze, hè. Je bent niet verplicht om alles bloot te stellen. En dat is daarna ook de waarheid. Ik zou nooit tegen Jason Bourne anders gaan battelen. Snap je wat ik bedoel? Ik zou wel tegen bijvoorbeeld Rafaelik, ik zou tegen QC losstaan hiervan omdat ik ze dope vind. Maar ik zou nooit echt dat, hey dude, wil je tegen Jason Bourne? Nee. Niet omdat ik hem niet dope vind, maar ik vind het niet een heel interessante matchup, zeg maar. Ik had Facebook in 2006, want toen had niemand hem. En ik heb Facebook verwijderd. Ik heb wel andere sociale media, waar ik bij je sociaal. Ik heb contacten via WhatsApp, bla bla. Maar ik voel me nog geen ster of zo, wannabe ster, dat ik followers moet vragen en bla bla. Ik weet ook niet of ik de tijd heb om research te doen naar iemand die geen Facebook en Twitter heeft. Ja, wat moet ik doen? Moet ik naar Arnhem gaan en daar vragen of mensen Jason Bourne kennen? Of een foto van, kennen jullie deze Turk, Koert, Armenië? Ik weet het niet. Mijn vrienden en mijn ouders weten wel dat ik battle, ja. Ik bedoel, ja, hoe kan ik er ooit achter komen wie hij is, zeg maar, weet je. Maar ik ben wel een gast die personals dope vindt. En dat vind ik dus jammer van deze battle. 25 maart, L Deep tegen Jason Bourne. Ik ga L Deep verbranden en Sensei gaat remix cremeren. Jason Bourne, ik kom met elke metafoor. Hij heeft een paardenkop en een ezelsoor. Ik ga steeds maar door. Ik ben je baas, ga zitten hond. Semaphore.